De nieuwe kleren van de keizer. Hoe de keizer ook draaide voor de spiegel, hij zag geen nieuwe kleren. Alleen de plooien van zijn blote huid. Was hij nu dom en lui? De hofdames bejubelden het kostuum, dat het perfect was voor de jaarlijkse optocht. Honderden mensen kwamen kijken naar de nieuwe kleren. De keizer rechte zijn rug en stapte naar buiten. Hij hoorde applaus en oh en ah. Maar een jongetje riep opeens: de keizer heeft helemaal niets aan. Even waren de mensen stil. En toen begon iedereen te roepen en te lachen. En de keizer? Hij liep de optocht statig uit. Voortaan zou hij niet meer ijdel zijn.